Hoe werkt nieuwsgierigheid en hoe kun je er het beste gebruik van maken in je werk? Deze vragen kwamen aan bod bij het seminar Effectief gebruik maken van nieuwsgierigheid, dat Volkskrant Banen organiseerde in pakhuis Willem de Zwijger in Amsterdam. Spreker was dokter Roland van der Vorst. Hij is een vooraanstaand communicatiestrateeg, merkspecialist en columnist van Vrij Nederland. In zijn boek Nieuwsgierigheid gaat hij in op de principes achter het opwekken van nieuwsgierigheid. De titel van deze lezing is Effectief gebruik maken van nieuwsgierigheid. Wat betekent dat, effectief gebruik maken? Dat betekent dat ik het vandaag niet ga hebben over nieuwsgierigheid als eigenschap echt. Ik ga het met name hebben over het oproepen van nieuwsgierigheid. Hoe kun je de nieuwsgierigheid van mensen opwekken? En het interessante daarvan is dat het niet alleen maar interessant is voor mensen die in de marketing zitten of in de politiek zitten, maar ook voor onderwijzers. En daar ben ik achter gekomen, want ik mag nu lezen dat het voor het congres, Goochelcongres, internationale Goochelcongres. En de onderwijsbond vraagt me om een lezing te geven. Dus het is een rijk begrip. Maar ik ga het met name hebben over hoe je nieuwsgierigheid opwekt bij mensen. Hoe kom je bij dit seminar terecht? Nou, ik kreeg per mailing eigenlijk aangekondigd van dat dit er zou zijn. En nieuwsgierig, dus vandaar. Nou, ik heb het in de Volkskrant gelezen afgelopen weekend, geloof ik dat het was. Ik denk, nou, het onderwerp sprak me aan, nieuwsgierigheid. En ik denk, ga eens luisteren. En spreekt het onderwerp aan op persoonlijk vlak of op werkgebied juist? Met name werkgebied. Met name, hoe kan ik anderen nieuwsgieriger maken voor de dingen die mij interesseren. En zo stappen verder komen. Ja. We zijn als Volkskrant Baan eigenlijk altijd op zoek naar hoe werk nou echt werkt. En ik las het boek van Roland van der Vorst tijdens mijn vakantie. En ik dacht echt, dit is nou hoe het echt werkt. Ik heb al tientallen marketingboeken gelezen. Maar hier dacht ik echt van, dit is dus hoe het werkt. Hoe marketing werkt, hoe communicatie werkt. Hoe weet ik veel welk werk, wat je nou echt nodig hebt. Dat zouden de lezers en de bezoekers van Volkskrant Banen ook moeten weten. Hoe dat in zijn werk gaat. En daarom dachten we, laten we een seminar organiseren. En we denken altijd, we willen allemaal nieuwe dingen. Maar dat is onzin eigenlijk. Onderzoekswijs wijst uit dat mensen eigenlijk het liefst een wereldbeeld en de wereld om hen heen het liefst zo ordelijk mogelijk houden. Dus als je mensen nieuwsgierig wil maken, dan verstoor je de orde even. Zodat ze even door elkaar worden geschud en denken, hey, waarom is die orde verstoord? Dus gaan op zoek naar informatie om die orde te herstellen. Dit heet de bijspijkercursussen, maar kom je hier echt om bijgespijkerd te worden? Nou, ik ben niet zozeer afgegaan op wat ik aan vaardigheden, wat dan ook kan leren. Ik werd gewoon meer getriggerd door de nieuwsgierigheid. Dat was het dus. Dus niet met een speciaal doel. Meer ter inspiratie, dat meer. Ja. Ik schrijf, ik ben redacteur van de VPRO-gids. Dus ik schrijf elke week over van alles en nog wat. En nu in de advertentie stond ook van dat er vooral de nadruk lag om nieuwsgierigheid te prikkelen. Ik dacht van, nou, misschien is dat handig als je dat meer leert. Bijvoorbeeld met koppen maken of tekstjes maken of wie weet, heb je er iets aan. Onderwijzers, ik zeg altijd maar gewoon, zeg dat iets niet mag en je hebt aandacht. Wat zou je doen als je dat zou doen? Dus de wat als vraag. Mensen meenemen in wat als. Wat als. We denken vaak dat als we dingen weten, dat we gelukkiger zijn dan dat we dingen niet weten. Maar dat is niet waar.